Goeiedag dames en heren en welkom bij deze bijzondere aflevering over de haven van Rotterdam. Mijn naam is Frans van Keulen, ik werk bij de afdeling communicatie van het havenbedrijf en ik ga u meenemen door deze prachtige haven. Van Blaak tot Maasvlakte, van noord naar zuid, van oost naar west. Een prachtig gebied, vol avonturen en verhalen. Als we het hebben over de ontwikkeling van de haven, dan wil ik u niet al te veel vermoeien met jaartallen en personen die daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. Daar zijn voldoende boeken over verschenen en ik kan u al aanraden om daar eens een keer een exemplaar van te kopen. Verdiep u eens in die haven. Wat wel interessant is, is om te weten hoe is die nou ontstaan, waar is dat nou gebeurd? En dan sta ik eigenlijk op de verkeerde plek. Ik sta hier bij het Maritiem Museum. Daar kunt u een prachtig inkijkje krijgen in de geschiedenis van de haven. En iets verderop het nieuwe Port Pavilion, waar u kennis kunt nemen van alle nieuwe ontwikkelingen in de haven. We staan dus eigenlijk niet op de goede plek. Dan moet ik een stukje terug zijn op de Hoogstraat. Want daar werd ergens in de 13e eeuw werd een dam opgeworpen tegen de Rotte. Want die kwam daar de stad binnenstromen. En om ervoor te zorgen dat met eb en vloed het waterniveau toch wel enigszins gereguleerd werd, werd die dam opgeworpen met sluisjes daarin. En voor die dam kwam de Blaak onder andere. En dat heeft geleid tot een afmeerlocatie voor schepen. Die schepen konden daar dus laden en lossen. En dat heeft een hele tijd zo gefungeerd. En dat werd een vissersdorpje en dat werd steeds belangrijker en er werd steeds meer handel. Maar dat vroeg ook steeds meer ruimte. En die ruimte die werd nadat die oude havens daar tot stand waren gekomen. En hebben we het over de oude haven en Kolk, dat soort namen die vind je nog terug. Ontstond dit gebied. Dit gebied hier rondom de Leuvenhaven. De Leuvenhaven en andere havens die ook heel bekend zijn in Rotterdam. En dan hebben we het over de scheepmakershaven. Dan hebben we het over de bierhaven, de wijnhaven. Allemaal gebieden die in die tijd ontwikkeld zijn. Dan hebben we het over de 17e eeuw. En de 17e eeuw is een belangrijke periode geweest voor de ontwikkeling van de economie van de stad Rotterdam. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Allerlei ontwikkelingen op het gebied van nautische zaken. Nieuwe schepen die ontwikkeld werden. Navigatie. Kortom, het was een periode waarin belangrijke ontwikkelingen plaatsvonden. En die vonden hier plaats, maar ook voor het volgende hoofdstukje en dat is op de Zuidoever. En we zijn inmiddels aangekomen op de Zuidoever, op Zuid. En daar hebben we een aantal havenbekkens ontwikkeld, zoals deze hier waar we nu net naar kijken. Dit is de binnenhaven met daar aan de zijkant, als je iets verder doorvaart, de Entrepôthaven en achter die gebouwen de spoorweghaven. Een gebiedsontwikkeling die van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de haven van Rotterdam. Het poortgebouw wat je daar ziet, dat was bedoeld als het hoofdkantoor van de destijds opgerichte Rotterdamse Handelsvereniging. Dat is een verhaal apart. Ja, en bij de ontwikkeling van dit gebied kunnen we eigenlijk maar denken aan één persoon die echt richting gegeven heeft aan die vervolgstappen voor die vergroting van die haven. En dat is deze meneer, Lodewijk Pinkels. Prachtige inzichten, geld geïnvesteerd, handelsvereniging opgericht, nog een handelsvereniging opgericht, een beetje gerommeld met geld, uiteindelijk gevlucht. Maar hij krijgt toch wel de credits voor de ontwikkeling van deze haven. Vandaar een standbeeld, straat naar hem genoemd. Toch een beetje gerehabiliteerd. Heeft allemaal geleid tot de oprichting van de gemeentelijke handelsinrichting en uiteindelijk tot het havenbedrijf Rotterdam. Door het faillissement van de Rotterdamse handelsvereniging, en daar was echt veel geld mee gemoeid, werd de gemeente Rotterdam ineens ook eigenaar en exploitant van het havengebied zoals dat er toen uitzag. Dat was nogal een opgave. Na de aanleg van een aantal stadshavens, want ze hadden wel voortvarend die taak op zich genomen, werd de grote sprong naar het westen gemaakt op de Zuidoever. En dat is deze haven geworden, de Waalhaven. 310 hectare groot, voor een groot deel ook gegraven met mensenhanden, met schop en kruiwagen. En zo is dat hele gebied aangelegd. In fases tussen 1907 en 1930. Een schitterend havengebied zoals dat ook bedoeld is met boeispannen, overslag van massagoed. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag, want achter ons zien we de Marcorbulk. Die ligt er al sinds jaar en dag aan de boeispannen, drijvende kranen. Altijd dynamiek, altijd bezig met overslag.
Inmiddels zijn we bij de Rotterdamse droogdokmaatschappij aangeland. Net naast de ingang van de Waalhaven, begin vorige eeuw gesticht als scheepswerf. En de gebouwen die we hier om ons heen zien, die herinneren daar nog aan. Het zijn de kantoren, maar het zijn ook de machinehallen waar de grote machines en de onderdelen van de schepen werden gemaakt, die dan vervolgens op de werf in elkaar werden gezet. Een mooi voorbeeld daarvan is de SS Rotterdam, die vindt u nog steeds terug in de Maashaven. Als je naar de basisfuncties van een haven kijkt, dan is het een plek waar schepen veilig kunnen afmeren en hun lading kunnen laden en lossen. En eventueel passagiers. Als dat het enige zou zijn wat we zouden doen hier in de haven van Rotterdam, dan konden we wel op onze lauweren rusten. Want zo'n haven die hebben we al. Voldoende kademuren, stijgers, plekken om dat te doen. Dat is allemaal prima. Maar daarmee zijn we er niet. Want een haven ontwikkelt zich. En dat betekent dat je moet blijven nadenken over de toekomst. Moet blijven nadenken over hoe je je haven inricht. Moet blijven nadenken over de bedrijven die je binnenhaalt. En wat je uiteindelijk wil bereiken als haven. Creëren van maatschappelijke en economische waarde. En daar heb je mensen voor nodig. Daar heb je mensen voor nodig die vakken leren, die in de techniek zitten, die in de logistiek zitten, die van wanten weten in de haven. En daar heb je dus onderwijsinstellingen voor nodig. Nou, dan hebben we hier het Techniekcollege in Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam. En die zijn gevestigd in deze oude machinehallen van de RDM. Binnenin helemaal gerenoveerd, leslokalen gemaakt, moderne werktuigen. Prachtige spullen om het vak te leren of een aantal vakken te leren die ook broodnodig zijn voor die haven. Dus het is hier werken aan de toekomst. Voor de mensen die in de haven gaan werken, maar uiteraard ook voor de haven zelf. En dat vertaalt zich ook in innovatie. Want wat zou je zijn als er geen nieuwe dingen bedacht werden? Als er geen mensen waren die daarmee bezig waren, die slimme ideeën hadden en dat zouden kunnen omzetten in realiteit. In dingen die je daadwerkelijk kunt beetpakken. En hier in het innovatiedok, daar staat bijvoorbeeld een 3D-printer. En daarmee kunnen we niet gewoon leuke, kleine, gezellige dingetjes maken. Nee, het gaat echt om serieus werk. Bolders bijvoorbeeld, scheepsschroeven, onderdelen van kranen. Er wordt hier gewerkt aan autonoom varen, robotisering. Kortom, er zijn hier een aantal bedrijven actief, kleine bedrijfjes, met de mogelijkheid om te groeien en die haven verder te werken, de volgende stap te zetten in het verbeteren aan die beste haven van de wereld. We zijn in de Botlek aangekomen. Het gebied dat na de Tweede Wereldoorlog is ontwikkeld en eigenlijk de eerste grote havenuitbreiding is na die tijd. Na het herstel en reparatie van de oude havens, want daar was het nodige vernietigd, werd het tijd voor een nieuw gebied. En dat gebied werd de Botlek. En ja, zoals je omheen kunt zien, tanks, er wordt veel geraffineerd, brandstoffen opgeslagen, kortom, petrochemische industrie. En die industrie hadden we nodig voor allerlei producten die we na de oorlog op grote schaal zijn gaan gebruiken. En het begin van die periode is de jaren 50. De verkeerscentrale Rotterdam, achter ons. Schakel in het scheepvaartverkeer. Moet je realiseren dat er per jaar zo'n 28.000 tot 30.000 zeeschepen binnenkomen. Dat is zo'n 80 per dag. En dat vraagt de nodige begeleiding en coördinatie. Dat werk dat doet de havenmeester eigenlijk al heel erg lang. Havenmeester, onderdeel van het havenbedrijf Rotterdam, werkt met een groot aantal mensen aan de dagelijkse veiligheid van de haven van Rotterdam. En dat betekent dat er gecoördineerd moet worden en toezicht gehouden moet worden. En dat begint al voordat het schip hier Rotterdam is binnengelopen. Dat betekent dat we informatie over die reis, over dat schip, de aankomsttijd, waar die moet zijn, de diepgang, kortom allerlei nautische informatie al verzamelen op het havencoördinatiecentrum. En dat gebeurt in het World Port Center in de stad. Maar we hebben ook een paar posten die echt daadwerkelijk bezig zijn met de begeleiding van het scheepvaartverkeer. En eentje hiervan zien we hier, Verkeerscentrale Rotterdam, maar daar staat er ook een in Hoek van Holland. De haven is verdeeld in sectoren en elke sector heeft een VTS-operator. En die is belast met de begeleiding, informering van de scheepvaart in zijn of haar sector. En dat betekent dat dat schip vanaf het moment dat hij op zee de haven binnenkomt varen, al begeleid wordt en geïnformeerd wordt. We doen dit niet alleen. We werken samen met de loodsen, met de roeiers, met de sleepboten. En gezamenlijk maken we die haven veilig. We staan hier op de landtong Rozenburg met aan deze kant het Kalandkanaal en aan de overkant het Europoortgebied. Het succes van de Botlek heeft aanleiding gegeven om
nog een keer zo'n gebied in te richten. Dus voor raffinage, tankopslag en de verbindingen tussen Rotterdam en andere industriële vestigingen, zoals in Antwerpen en in Duitsland. Heel belangrijk voor de positie van Rotterdam, want daarmee versterkte Rotterdam zich als industriehaven, als proceshaven en werd het in 1962 ook de grootste haven van de wereld. Kijken we naar het gebied van de Botlek, maar ook de Europoort, dan valt je op, door al die raffinaderijen en tankopslag, dat dat gedomineerd wordt door fossiele brandstoffen. Dat is nou eenmaal zo, daar gaan we ook niet onmiddellijk verandering in brengen. Maar het is wel een uitdaging waar we voor staan. We hebben het klimaatakkoord ondertekend en dat betekent dat we de CO2 moeten reduceren en dat we stappen moeten maken in ons energiesystemen. En dat betekent verbetering van wat er al is. Besparing, bezuiniging, slimmere processen naar een nieuw energiesysteem. Activiteiten rondom warmtenet, walstroom, waterstof, aanlanding van elektriciteit vanaf zee. Kortom, er staat een hele transitie ons te wachten. Dat gaat niet van vandaag op morgen. En dat betekent dat we ook tussenstappen moeten bedenken. En één daarvan is het Portos-project. Portos is het systeem waarbij CO2 wordt afgevangen. En die CO2 wordt dan vervolgens gecomprimeerd en via pijpleidingen naar lege olie- en gasvelden onder de Noordzee getransporteerd en opgeslagen. Het is een stevige opdracht om die haven hier over 40 jaar ook nog te hebben, maar dan op een duurzame manier. Dat betekent dat wij met een aantal partners, zowel in het havengebied als daarbuiten, keihard moeten werken om die transitie ook daadwerkelijk gestalte te geven. Vijftig jaar geleden was dit nog zee. Maar ja, dat is sterk veranderd. Het is nu de Maasvlakte. Maasvlaktes. Aan de ene kant Maasvlakte 1, gebouwd begin jaren 70. En aan de andere kant treffen we Maasvlakte 2. En dat is aangelegd in de periode tussen 2008 en 2012. En wil je daar nou alles over weten over de aanleg van die tweede Maasvlakte? Bezoek dan Futureland, hier achter mij. Daar vind je alles over de aanleg, de bouw, hoe het gedaan is. Prachtig bezoekerscentrum, absoluut de moeite waard om dat te bezoeken. We zijn inmiddels een stukje verder de Maasvlakte opgegaan en we zijn beland bij de geautomatiseerde terminals. De geautomatiseerde terminals van RWG aan die kant, de grijze kranen. En aan de andere kant van het water hebben we de APM terminals met de blauwe kranen. We hebben mazzel vandaag, want bij RWG ligt de categorie grootste containerschepen van de wereld, de HMM Algeciras. Er gaan zo'n 24.000 20-voets containers aan boord. Een enorme hoeveelheid. En zo om en nabij de 7.000-8.000 daarvan worden hier in Rotterdam gelost. Die geautomatiseerde terminals worden gekenmerkt door automatisch geleide voertuigen, stacking cranes. Kortom, de hele operatie is geautomatiseerd. Dat betekent computers. Computer gestuurd. En als we het over computers hebben, hebben we het over digitalisering. Als het gaat om de digitalisering, dan gaat het niet uitsluitend om de logistiek. Zoals we hier achter zien bij de Euromax terminal. De hele haven kun je eigenlijk digitaliseren. In ieder geval alle componenten die daar onderdeel van uitmaken. De infrastructuur, kademuren, bolders, stijgers, sensoren. Overal in die haven om de kwaliteit te meten, de staat van het onderhoud. Het gebruik ervan, dat is ook digitalisering. En door dat te doen, bouw je als het ware een digitale tweeling. Je hebt de fysieke haven en je hebt de digitale haven. Dat is kostentechnisch heel erg interessant, want daardoor kun je besparingen uitvoeren op het onderhoud van die haven. Je weet hoe het gebruikt wordt. Kortom, lang project, maar prachtig om te doen. We zijn aan het eind gekomen van deze tour door de haven. Een tocht die de dynamiek laat zien van die haven. Al die activiteiten die er plaatsvinden, de vraagstukken waar we voor staan. Ik hoop dat we daar een beetje goed beeld van hebben gekregen. Er is nog veel meer over te vertellen. Maar ja, dan moet je zelf ook die haven bezoeken. Wat ik wel even mee wil geven, en daar heb ik in het begin gezegd dat ik dat niet zou doen. Maar ik heb wel een paar cijfers die wel even belangrijk zijn. Die haven is heel groot. 127 vierkante kilometer. Er zitten enkele duizenden bedrijven. Die zorgen voor de bedrijvigheid, maar ook voor werkgelegenheid. En die werkgelegenheid is van cruciaal belang voor die haven, voor het welzijn van die haven.
Er werken in die haven ongeveer 90.000 mensen direct in die haven. Tel je daarbij nog indirect, voor Groot-Rotterdam, dan kan je dat getal verdubbelen. Dus dan zitten we aan zo'n 180.000 mensen. Tel je het voor heel Nederland, met name op de transportcorridors, dan kan je dat nog eens een keer verdubbelen. Dus uit recent onderzoek is gebleken dat er zo'n 385.000 mensen hun baan hebben dankzij deze haven, direct en indirect. En bij elkaar levert dat een toegevoegde waarde van zo'n 46 miljard euro. Kortom, dat zijn enorme bedragen. Dus het belang van die haven is groot. En dat heb ik hopelijk met deze beelden laten zien. Wil je nou meer weten over die haven? Dan zijn er een aantal plekken waarin je die informatie zo kunt krijgen. Dat kan bij Futureland, op de Maasvlakte. En over een paar jaar een nieuw havenervaringscentrum een stukje verderop. Dat kan in het Port Pavilion in de Leuvenhaven. Kijk op de website van het havenbedrijf portofrotterdam.com. Daar kun je je abonneren op nieuwsbrieven. Lees de havenkrant. Kortom, er zijn veel bronnen van informatie om je op de hoogte te houden van het wel en wee van deze haven. Ik hoop jullie in deze haven aan te treffen, want het is een prachtige haven en er is veel te zien.